dan hij was moe, maar hij voetbalde nog gewoon. Hij speelde zelfs de sterren van de hemel bij Glasgow Rangers, bij AZ, Fortuna Sittard, Zenit, Sint-Petersburg. Profvoetballer Fernando Rixen. Niet de drank, ook niet de drugs, die waren er wel. Dat zat hem allemaal niet in de weg, maar de ziekte ALS. Vincent en Marcel uit Zwolle, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn de makers van een documentaire over zijn leven. Vincent, je had al een boek geschreven ook over zijn leven. Ja. Zelfs sportboek van het jaar geworden. Klopt. En daarna hebben jullie besloten om een documentaire te maken. Die werd vorige week uitgezonden. Nou, die sloeg in als een bom, hè? Ja, dat klopt. Als je ook op Twitter zag, iedereen had het erover. Het was gewoon trending topic. Op nummer 1 stond hij echt. Ging echt als een dolle. Ja, hadden jullie dat verwacht, Marcel? Niet zo, nee. We hadden wel, je hebt natuurlijk wel een verwachting en zo begin je eraan. En, maar dat het zo heftig zou zijn en dat het zo'n indruk zou maken op mensen en dat het zo massaal zou worden gereageerd, dat had ik niet zien aankomen. Nee. Ja. Zo overweldigend zelfs dat er nu interesse is uit de UK en uit Rusland. Ja, dat klopt. Ja, want natuurlijk, Fernando, zoals jij net zei, van, hij heeft gespeeld in Glasgow, waar er eigenlijk nog een grotere voetballer was, een grotere persoon dan Nederland. Ja. Dus we zijn bezig met de BBC, met Sky en met zelfs een krant willen hebben als, om de site te zetten. Ja. En Rusland inderdaad zijn we ook mee bezig. Ja, het is een prachtig documentaire. En voordat we het verhaal gaan vertellen en waarom het zo bijzonder is, laten we eerst maar eens even gaan kijken naar een stuk uit de documentaire. Ze hebben een fout gemaakt in het ziekenhuis. Ik wilde de testen opnieuw doen en ik dacht dat ze daar nou zouden bellen om te zeggen dat alles goed was. Maar dat is nooit gebeurd. Maar dat is nooit gebeurd. Ik kon het moeilijk accepteren in het eerste jaar. Ik voelde me goed en ik voetbalde gewoon nog. Ik werd sneller moe, maar dacht dat dat bij de leeftijd hoorde. Maar goed, nu weet ik dat het ALS was. Prima. Ja, wat moet ik anders zeggen? C'est la vie. C'est la vie. Troost voor Fernando. En all you would say was, no surrender. Yeah! So, careful there, please. Don't something to other lads. It's lead off to Kyriakos. Just stuck over there by Buffon. That's a good one. As well, it's a way for Frutikos. A little touch by him. Buffon again. He's got Buffon on the right-hand side. It comes out to Buffon. Try for the Het is zo ongelooflijk heftig om die beelden te zien, om jullie documentaire te zien, die prachtig is overigens. Dan zie je dus dat beeld wat we net zien van die profvoetballer, echt die gewoon de mooiste goals maakt. En aan de andere kant zie je zo sterk die ziekte. Ja. Hoe is dat voor jou? Want je kent hem heel goed leren kennen. Nou, ik ken hem al denk ik 15 jaar, ook als voetballer al. Ja, toen was hij echt een beer, echt een beest ook, hoe hij in het veld was, heel sterk. En dan zie je echt, de ALS heeft hij nou sinds 4 jaar, bijna 4 jaar. Dan zie je echt wat ALS met iemand doet. Hè? En hij heeft hele dunne armpjes momenteel. En hij kan niet meer lopen nu. Het praten is bijna over. Het eten gaat heel slecht. En dan zie je echt wat ALS met iemand doet. En dat is ook de reden waarom hij hier aan is meegewerkt. Hè? Om te laten zien wat ALS met je doet. Ja, dat was echt zijn doel. Hè? Ja, ja. Maar jouw boek nog heel erg ging ook over hem als sporter. Ja, ja. Gaat deze documentaire heel erg over de ziekte. Wisten jullie, Marcel, bijvoorbeeld ook eigenlijk wat ALS, wat het is? Die spierziekte. Was je daar al heel erg van op de hoogte? Niet meer dan ieder ander, zou ik zeggen. Ik ken natuurlijk wel de posters en zo. Hè? Ja. Ik ben inmiddels overleden, dus je weet wel dat het heel heftig is. En je hebt er een beetje een beeld bij. Maar niet hoe heftig het is. Dat je dat echt daadwerkelijk ziet, wat dat in de dagelijkse praktijk betekent. Daar heb je geen beeld bij eigenlijk. Tenminste, daar had ik geen beeld bij. En dat moet je dan toch wel op een bepaalde manier in beeld proberen te brengen. Zonder dat het... het moet ook niet oneerbiedig of te heftig worden. En dus je moet wel die dunne lijn bewaken. Ja, want jullie kregen de kans, ook dankzij hem en dankzij zijn familie, om heel dichtbij te zijn. Om alles te mogen filmen hoe zijn leven eruit ziet. Zaten daar nog voor jullie ook moeilijke momenten bij? Nou ja, toen ik Fernando vroeg om mee te werken, zei hij van, ik heb één eis, ik heb één, laat alles zien. Ja. Als je naar de wc gaat, ging de deur dicht, maar voor de rest, hij liet alles zien.
Ja, en dat was soms ook wel best heftig om te zien. Eén moment ligt hij in het ziekenhuisbed in Glasgow. Ja. Ja, dan had hij echt een mindere dag. En ook dat laten we zien, want hij wil niet alleen de mooie momenten laten zien. Omdat ja, dat zou geen fair beeld hebben gegeven. En jullie stellen dan ook op dat moment aan hem de vraag... Is er ooit een moment waarop je denkt, het hoeft voor mij niet meer? Eigenlijk een vraag, denk ik, die iedereen als kijker ook wel heeft... maar tegelijkertijd een hele moeilijke vraag om te stellen, lijkt me. Ja, ja. Hoe was dat moment? Ja, klopt. Dat was, ja, iedereen wil dat ook weten, inderdaad. En hij zei ook van, ja, nogmaals, stel gewoon alles wat je wil vragen. En op dat moment ja, had hij een hele slechte dag gehad. Ook de operatie had hij gehad. Ja, om dat ook te stellen. Dat was ook de enige keer dat we de camera hebben uitgezet. Na een paar minuten. Want hij had gewoon echt een schouder nodig. Ja. Want hij ging echt huilen. En dus toen had ik meer gekozen voor de vriend dan voor de docu. Ja, want er is echt een hele warme vriendschap ontstaan, hè? Nee, klopt. Ja, ja. Ja, toen ik begon met het boeken ook. Ja, toen begonnen als journalist, voetballer. En inmiddels, ja, dan heb je echt een klik nodig ook. Om dus vertrouwen nodig om dat boek te maken. Ik denk dat we 20 keer hebben afgesproken. En ja, dan groei je naar elkaar toe. Ja, en dan gebeurt nog zoiets dat je ziek wordt. Dat is helemaal erg. Want daarvoor was het best wel een beetje een enfant terrible, hè? Nou, ja, je hebt volgens mij wel eens interviews met hem gedaan. Dat hij gewoon niet kwam opdagen. Ja, dat klopt. Ja, ja. Maar zo was hij. En hij was een klootzakje eigenlijk, om zo te zeggen. En, het was een steengoede voetballer, steengoede verdediger, maar tegelijkertijd drank, drugs, heel veel vrouwen. Ja, ja. Dus al het geld erheen gejast. En, hij stond echt op nul. Ja, ja, hij is toen op een gegeven moment ook geschorst geweest in Sint-Petersburg. Ja, en toen kwam hij terug naar Fortuna Sittard. Ja, klopt. De draad weer op te pakken. Ja. Ja, ja, ongelooflijk verhaal. Ja, ja. Ja. Er zit ook een dokter aan tafel, meneer Ossen Koppelen, fijn dat u er bent. We gaan zo meteen met u praten over allergieën, een totaal ander onderwerp natuurlijk. Maar ALS, hè, die spierziekte, dat lijkt me dat iets is wat u in de opleiding ook wel meekrijgt. Ja. Daar zijn heel veel verschillende vormen van, toch ook? Ja, er zijn verschillende vormen van, dat weet ik. Maar goed, het is zo'n specifiek vak, dat moet je echt aan een neuroloog vragen die daar... Een heel mooi verhaal over kan vertellen. Ja, want in het begin was volgens mij de analyse dat hij... Hoe lang zei de dokter? 3 à 4 maanden, sorry. Maar inmiddels zijn we bijna 4 jaar verder. En nog steeds leeft hij gelukkig nog. Terwijl hij zelf de meest progressieve vorm heeft. Ja. Dus en hoe dat kan. Hij zegt van, door mijn body, door mijn sportmentaliteit... ben ik er nog steeds. En door positief te blijven. Positief, dat zijn nooit opgeven. De finale strijd heet het ook. Zoals gezegd, jullie komen ook heel dichtbij. Heel dichtbij ook de familie. Laten we even kijken naar een van die momenten. Hey, look at him, Fred. Ik wil papa, Fred. Ja, Ruben. Hoe vet hij is. Zo vet. Oh. Hallo. Hoe ben je? Bella. Hoe ben je? Only mommy can do it. Pop, you can do it. No. And I like that. That was pretty. No. Oh, papa smelt nice. Ja, wat een prachtig huiselijk moment ook eigenlijk. Ja, klopt. Ja, ja. Maar dan zie je ook inderdaad, dus ALS heb je niet alleen, hè? Dan heb je dus met je hele gezin eigenlijk. Als je ziet ook Veronica en zijn vrouw, hoe die ermee omgaat. Het is wel mooi om te zien eigenlijk. Het is ook een vrouw eigenlijk van mantelzorgers in die zin, toch? Dat zegt... Ze heeft natuurlijk 24 uur per dag, 24/7 heb je die verzorging. Op je. Dus je moet er altijd zijn. Ja. En jullie waren er ook heel vaak bij. Jullie zijn zelfs meegegaan naar Spanje. Jullie zijn meegegaan naar Glasgow. Jullie zijn meegegaan toen hij Maradona zou gaan ontmoeten. Ja. Maar die kwam niet opdagen. Ja, klopt. En jullie zijn hem wel ook bij geweest toen Ronaldo bij hem was. Ja. Hoe was het om dat allemaal mee te maken? Om zo dichtbij te zijn? De meeste was natuurlijk Ronald Top, hè, de regisseur. Die was bij alles natuurlijk altijd aanwezig. En ook de hele kleine momenten, zeg maar, thuis. Ja. En dus dat is een heel intiem proces, zou je kunnen zeggen. Over een tijdsbestek van? 8 maanden, Vincent. 8 maanden, klopt. Ja. Ja, we zijn vorig jaar juli begonnen. En we zijn in eind maart geëindigd. Ja.
Het is ongelooflijk hoe rap dat dan ook gaat. Zo'n proces natuurlijk voor jullie, maar wat je daarin allemaal kan meemaken. Nou, dat klopt. Ja, want toen we begonnen, kon hij nog gewoon lopen. Of gewoon, hij liep nog. Ja. En onze laatste shot, ja, zit hij in een rolstoel. En dan kan hij helemaal niet meer lopen. Hoe gaat het nu met hem? Nou, hij heeft het nu wel heel erg zwaar, hoor. Het praten ging heel slecht al. Dat zagen we al met z'n allen wel bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel, hè, waar hij het vertelde. Het eten gaat heel slecht. Het lopen is helemaal afgelopen. Hij kan in feite niks meer, alleen maar in de rolstoel zitten. Ja, en hij is nu veel in Spanje. Ja, daar woont hij inmiddels, ja. Want de warmte, dat doet hem ook heel veel goed, hè? Dat schijnt goed te zijn, toch, voor ALS-patiënten. Ja, klopt. Het gaat nooit over, of het wordt nooit beter. Het blijft nooit stabiel, maar het gaat wat minder snel. En toch zegt hij nog, van ik hoop nog dat er op een dag een medicijn komt tegen ALS. Ja, dat er genoeg geld ingezameld wordt, zodat ook ik nog geholpen kan worden. Maar dat is zijn positiviteit. Hij zegt, als hij opstaat, denkt hij nog steeds van no surrender. Geef niet op. En dat is elke dag wat hij dat denkt. En dat vind ik echt wel knap. Want veel mensen in die situatie hadden misschien wel iets anders gedaan. Ja, die ongelooflijke vechtersmentaliteit. Die geroemd wordt in Nederland voor hem als profvoetballer. Maar in Schotland, daar is hij echt gewoon een gigantische held. Ja, klopt. Ja, echt, soms als we komen daar in Glasgow, staan gewoon de paparazzi te wachten op de airport. Dat is echt ongelooflijk. En dat heeft niks te maken met zijn ziekte. Maar hij was de aanvoerder van het grote Glasgow Rangers. Vele prijzen gewonnen, dubbels. Hij is speler van het jaar geworden. Dus echt een grote man. Laten we nog even kijken naar een paar voetbalbeelden uit die tijd. Rixon takes it. It's a brilliant goal. Fernando Rixon for Rangers. Right on halftime. It's a brilliant free kick. And applause from Art McLeish. Every Rangers fan in the stadium. That was outstanding. Emotional in the extreme. Heartbreaking, yes. But my goodness. He lived life to the full. Took his demeanor into a match the way he's facing this horrific illness. He was a winner as a player, and he says he can beat this thing, and we wish him every success. Ja, het is echt hartverwarmend om te zien ook. Ja, klopt. Ja. Met die prachtige muziek erbij ook, die zei je onder het filmpje dat gemaakt is door Jan Veen. Ja, klopt. Ja, nou, dank voor het maken van deze indrukwekkende documentaire. En we wensen iedereen natuurlijk heel veel sterkte, hopen maar dat er nog veel geld ingezameld wordt ook voor ALS, ook dankzij deze docu.